op de bühne naast mij, Anita. En ze waren zo stil, hè? Leuk, hè? Anita, welkom in Countdown. Wat ik me nou de hele tijd al afvraag, hè? Je bent nu solo. Zijn je verwachtingen een beetje uitgekomen van wat je verwacht had? Nou, dat begint uit te komen, hopelijk. Mm-hmm. Ik heb altijd een hele langzame start nodig. Vind ik even lekker. Heb ik het gevoel dat ik echt aan gewerkt heb. Even choken en dan... Even flink even choken, ja. En dan, nou, dan moet het eruit komen, dan moet hij starten. Maar wat ik begrepen heb, is dat deze plaat dat hij al in zes of zeven landen verkocht is zelfs. Ja, dat klopt, ja. Dus een heleboel mensen gaan het zien. Ja? Kan je vertellen welke landen misschien? Ja, Scandinavië, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland. En waarschijnlijk Japan ook. Weet je, Mina. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes met Don't Treat Me Like This. Je gaat het nu voor ons doen. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Doe. Anita, Don't Treat Me Like This. Up on